inhaalwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Vorige week is er geknokt voor een punt. Daarna reageerden de supporters enthousiast. Wat doet dat met je? Nou ja, dus wat ik op de website geschreven heb, dat op het moment dat de supporters zien dat wij er alles aan doen en 100% inzet hebben, gaan zij erachter staan. En dat zien die spelers natuurlijk ook. En dan stimuleert dat de spelers om nog meer hun best te doen. Dus die wisselwerking tussen de supporters en het team, die was vorige week perfect. Nou, Excelsior Maassluis, de wedstrijd van vandaag. Zij spelen heel erg behoudend voetbal. Ze willen ons graag aan de bal laten. Jij zegt, wij gaan niet hetzelfde doen, wij willen attractief voetbal spelen. Nou ja, daar hebben we over nagedacht. En natuurlijk, als wij reactievoetbal spelen zoals zij reactievoetbal spelen, dan krijg je voor de supporters een dodelijke wedstrijd, dodelijk saai. Dan krijg je 100 pretenpaasjes en geen spektakel. Dus wij hebben een iets ander plan. Je zegt daarbij van, we moeten wel oppassen dat we niet in het mes lopen. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, als zij ons de bal geven, net zoals ze deden tegen Katwijk vorige week, en we hebben te veel mensen voor de bal en de organisatie staat verkeerd, ja, dan zijn zij dodelijk, dat hebben ze bewezen. Dan kunnen ze een counter gaan counteren. Dan krijgen ze ruimte in onze rug en dan zijn ze levensgevaarlijk met de snelheid die ze hebben, met een grote spits die bal vast is. Dus dat werkt bij hun blijkbaar. Nou, wij gaan dan het initiatief nemen. Zij houden de ruimtes heel erg klein. We hebben de laatste weken laten zien dat we daar niet zo heel goed mee om kunnen gaan. Nou ja, we geven weinig weg, weinig kansen. En we creëren toch elke wedstrijd 4-5 goede kansen. Dus op het moment dat die erin gaan, dan moeten zij wel komen. Dus het is belangrijk dat we het achterin dicht houden, dat we het voorkomen. Dat is superbelangrijk. En dan krijg je een heel ander soort wedstrijd. Maar op het moment dat het 0-0 blijft en we staan achter, worden de ruimtes alleen maar kleiner. Dus de kansen die we krijgen, die moeten we wel verzilveren. Want je zult er niet al te veel krijgen. Met welke opstelling gaan we het doen? Dezelfde opstelling als vorige week. Alleen Soufiane Moro op de plaats van Barry Powell. En Ashraf Demni in plaats van geschorste Chris van Nussen. Barry Powell, is hij geblesseerd? Ja, Barry heeft deze week geprobeerd om te trainen. Is maandag niet gelukt, dinsdag niet gelukt en donderdag niet gelukt. Dus ja, die is niet wedstrijdfit. We hopen op een attractieve wedstrijd. Ja, dat hoop ik zeker. En moet ik zeggen, onze ziekenboeg is best wel. Ja, ziekenboeg is redelijk vol met een Van Emmerik geblesseerd. Met een Jan die geblesseerd is, reservekeeper. Natuurlijk twee belangrijke spelers die geschorst zijn. En dan twee spelers die we uitgeleend hebben. En dan Barry Powell geblesseerd. Ja, dat is een behoorlijke aderlating. Dus de spoeling wordt dun. Maar we hebben voldoende kwaliteit om deze wedstrijd ook naar onze hand te zetten. Je hebt in het verleden natuurlijk al eerder met Jeroen Rijsdijk gewerkt. Dat is de trainer van Excelsior Maassluis. Heb jij hem al gesproken? Ja, we spreken elkaar wekelijks. En we zitten ook in de app, in de groepsapp toptrainers met Dogen Corneille, Jeroen en Pieter Mullens en ik. Dus we hebben heel veel contact met elkaar en deze week hebben we kort contact gehad. Is het dan ook al een beetje prikken? Nee. Want we kennen elkaar door en door. Dus dat prikken is echt niet nodig. Heel veel succes vandaag. Dankjewel. Open gaan!
De minimale extra speeltijd in de eerste helft bedraagt 1 minuut. Eerste helft, tussenstand, andere tussenstand is Lissie tegen Dek. Thank you.
desondanks toch een andere speler die heel erg goed speelde vandaag. Zijn naam is Jannie Kortie. Ralf, wat een heerlijke overwinning. Ja, het was echt top. Echt een supermooie wedstrijd. Niet alleen voor het team, maar natuurlijk ook voor de supporters. Ik denk dat iedereen gewoon echt heeft genoten van ons als team. En ik denk dat de 3 punten echt dik verdiend waren. Jij had volgens mij een missie. Kevin Vink onschadelijk maken. Ja, klopt. Kevin heb ik in het verleden mee samengespeeld bij RKC. En ik weet dat Kevin een aardige boom is van een kerel. Hij is waarschijnlijk ook op groter dan mij. En het is gewoon een fantastische spits en ik denk dat als team hem goed hebben uitgeschakeld. Hoe pak je dat dan aan? Ja, in het begin is het natuurlijk een beetje zoeken hoe je hem gaat aanpakken. Maar door Ashraf ervoor te zetten of soms Machano ervoor te zetten. En dat dan een van ons erachter gaat staan om die bal zeg maar, die hij doorkomt op te vangen. Ja, kan je zeg maar, Kevin Vink elimineren en dat hebben we denk ik als team supergoed gedaan. Dan op een gegeven moment dan word je gewisseld. Had je last van een blessure? Ja, klopt. Ik heb wel een tijdje last van mijn hamstring. Ik heb natuurlijk dit seizoen niet veel minuten gemaakt. En ik denk dat dit ook een beetje mee te maken heeft dat het er even inschoot. En maandag zijn we gelukkig vrij omdat er vanavond ook carnaval is. Dus kan ik mooi even rust pakken en hopelijk volgende week weer knallen. En hoe voelt het nu, je hamstring? Ja, een beetje stijfjes. Maar ik denk dat het een paar dagen is rust dat wel goed kan doen. Dan kijk je de laatste 25, 30 minuten vanaf de zijlijn toe. Dan zie je dat Oktay onderuit wordt gehaald in het strafschopgebied. Was het een penalty? Ik zou het echt niet weten. Ik stond toen te douchen. Dus ik moest gelijk van de medische staf naar binnen toe. Dus ik heb eigenlijk alleen de 10 minuten gezien, of de laatste 10 minuten. En natuurlijk de mooie goal van Dylan. Maar de penalty heb ik niet gezien. Jammer. De goal van Dylan, ja, dat was zo'n plaatje natuurlijk. En dan de ontlading. Ja, zeker. Dylan die speelde natuurlijk de afgelopen wedstrijd de basis. En ik hoorde van de week al zeggen van ja, op dit moment lukt er niks. En ik zei net na de wedstrijd tegen van volgens mij lukt het aardig. Want je schoot hem aardig in. Dus fantastische goal. En ook echt superleuk voor de jongen. Hij valt goed in. Hij is heel gedreven en hij schiet me fantastisch binnen. Ik begreep dat jullie straks carnaval gaan vieren met elkaar. Ja, klopt. Ik helaas niet. Ik moest vanavond oppassen zijn op die kleine. Dus dat hoort er ook bij. Dus moet je af en toe keuzes maken. Dus vanavond zit ik lekker op het bankje. En ik denk dat het voor mij misschien ook wel goed is om even rust te pakken. Dat lijkt me inderdaad wel verstandig. Ja, inderdaad. Carnaval kan altijd nog. Dus vanavond even niet. Dan als laatste, je hebt van de week een contract bij Dovo getekend. Ja, klopt. Het was al een tijdje rond. En afgelopen week kwamen met al de jongens die volgend jaar naar Dovo gaan, kwamen bij elkaar. We hebben ons contract getekend, fotootje erbij gemaakt en is het helemaal rond gekomen. Vanuit gefeliciteerd ermee. Ja, dankjewel. Goed weekend. Is goed, zelfde. Gillian, het was echt een teamprestatie vandaag. Ja, zeker weten. We hebben voor elke meter voor elkaar gewerkt. Gestreden en resultaat in een mooie 3 punten. Waar komt die motivatie dan vandaan om zo voor elkaar door het vuur te gaan? Ja, ik denk dat die er altijd wel was. Alleen we hadden een beetje pech in de voorgaande wedstrijden. Alleen nu heeft de trainer het iets anders aangepakt. En ik moet zeggen dat het goed heeft uitgepakt. Zeker weten. Bij de goal renden jullie allemaal naar de supporters toe. Ja, klopt. Ik denk dat ze het ook hebben verdiend. We hebben een paar mindere wedstrijden gespeeld en ze zijn ons altijd blijven steunen. En dan verdienen ze ook dat ze mee worden genomen met in het feestje. Even over jouw positie, want je begon hier natuurlijk als back. Vervolgens ga je naar het middenveld en nu zie ik je zelfs aanvallende middenvelder zijn. Ja, klopt. Ik begon als linksback. Maar zoals jullie weten hebben we natuurlijk ook een hele goede linksback achterhand, Jannik Kortie. En de trainer doet het goed om ons samen in het elftal te plaatsen. En het pakt tot nu toe aardig uit, vind ik. Ben jij van alle markten thuis? Ja, klopt. Kan een voordeel zijn, maar kan ook een nadeel zijn. Nu pakt het goed uit. Dus ik ben beschikbaar voor de hele linkerkant, zeker weten. Lekker. Ik las dat jouw thuissituatie even wat anders is. Je hebt onlangs een zoontje gekregen en die is deze week geopereerd. Nee, hij is 3 weken geleden heeft hij een hartoperatie gehad. Hij had een gat in zijn hartboezem. Dus hij is succesvol geopereerd, gelukkig. Hoe gaat het nu met hem? Ik moet zeggen dat het elke dag beter gaat. En hij heeft een hele zware tijd achter de rug gehad, wij allemaal natuurlijk. Maar alles is goed gegaan, gelukkig. Ja, dan is voetbal in één keer een bijzaak. Ja, zeker weten, zeker weten. Dat, dat is inderdaad een bijzaak inderdaad. Nou, ik hoop dat u goed mag herstellen. Ja, zeker weten. Het gaat in ieder geval de goede kant op.
moet ook zeggen dat ik veel steun heb gehad aan, van de spelersgroep, van de supporters die het wisten, gelukkig. Dus ja, het gaat de goede kant op. Heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Ik denk zo dat jij heel tevreden bent. Ik ben met het resultaat heel tevreden, maar ook met de uitvoering. Wat was er zo goed in de uitvoering? De discipline die we hadden, weinig weggegeven. De eerste helft 1-2 kantjes weggegeven. Maar ik heb nu de kansenmars opgeschreven. En over 90 minuten hebben we er gewoon 12 gehad. En dat is wel een compliment aan het team. Dat is een knappe prestatie inderdaad. Uiteindelijk 1 doelpunt. Uiteindelijk 1 doelpunt. Hadden er een paar meer mogen zijn. Maar ik denk dat we gewoon de enige ploeg die recht had op de overwinning was IJsselmeer volgens vandaag. En je weet dat het niet makkelijk is tegen zo'n ploeg als Excelsior Maassluis. Ze hadden pas 5 keer verloren. Dus dat vind ik wel een hele knappe prestatie. Zeker in de fase waarin wij zitten. Want we werken super hard, maar het zat allemaal niet mee. En vandaag hebben we het gewoon afgedwongen door volop de aanval te spelen. Veel kansen te creëren. En we hebben volgens mij het publiek redelijk vermaakt. Dat denk ik ook. Het was een erg leuke wedstrijd om naar te kijken. Sorry? Het was een erg leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, er zat heel veel strijd in en wij wilden graag en dat lieten we ook zien. En dan, wat ik zeg in de voorbeschouwing, dat het publiek merkt dat de ploeg graag wil. En ja, dan willen zij ook graag en dan krijg je die wisselwerking. En dat geeft ons energie, dat geeft hun energie en dan krijg je zo'n wedstrijd. Wel grappig, wij zaten op de tribune en hoorden Jeroen Rijsdijk roepen, wanneer winnen wij nou eens een duel? Ja, maar wij hadden echt de intentie om overal op het veld 1-op-1 te spelen. En daarnaast, dat deden we goed. En daarnaast wonnen we ook nog heel veel duels en tweede ballen. Dus ja, uiteindelijk gewoon een hele terechte overwinning met een redelijk aantrekkelijk voetbal. Nou, dan op een gegeven moment wordt Oktay in het penaltygebied neergehaald in de 16 meter. Was het een penalty? Volgens mij was het een 100% penalty. En ik vond ook het doelpunt wat Ali maakte, het is voor mij ook een glashelder doelpunt. Maar als scheidsrechter zei gestrekt been. Maar ja, ik vond dat het nog allemaal meeviel. Ik vond het een goede goal. En een strafschop hadden we wel kunnen krijgen. Ja, dat denk ik ook. Nou, toen we de goal maakten, de ontlading was erg groot. Zowel bij de spelers, maar ook bij jou, zag ik. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je voetbalt om een doelpunt te maken. En we scoren niet al te makkelijk. En je weet ook, als je een doelpunt maakt, dan win je de wedstrijd. Als zij hem maakten, hadden zij de wedstrijd gewonnen. Maar ja, wij hadden het meeste recht erop. Dus wij scoren en dan weet je gewoon dat het beslist is. En daarom waren we zo blij. En dan nu carnaval vieren? Nou, een biertje gaat er wel in, ja, denk ik. Heel veel plezier. Dankjewel.